Dit zijn alleen maar krenten. Dat had hij goed gezien. Gelukkig werd vooral door de dames gezegd, dit willen wij niet weten, dit soort taal. Het moet gebouwd worden voor ons. Je kunt me vertellen wat je wilt, maar wij willen dit. Ik heb het met groot plezier gedaan, moet ik echt zeggen. Omdat ik ook van tijd tot tijd, toen het echt niet meer lukte, grote steun kreeg. We moeten vaststellen dat ik in elk van al die jaren nooit heb meegemaakt dat de gemeenteraad een plan zo met bijna een klap op tafel omarmd heeft en gezegd heeft, politiek breed dit moet. Er werd net even gezegd, feitelijk, maar dat zijn bijna anekdoten, de woordvoerders waren op dat moment vrouwen. Of dat iets met, in zekere zin is het een romantisch plan. Ik denk het wel. Twee, dan kom je echt in de hoek van anekdotes. Ja, in de hoek van anekdotes. Voor zover er wethouders bij betrokken zijn geweest, waren het of vrouwen, of mannen die alleen maar dochters hebben. En dat is ook een feit. Ja, dat klopt. Nou, of dat helemaal in de hoek van anekdotes ligt, maar het is wel zo. Het is echt wetenschappelijk. Ja. Mijn favoriete onderdeel. Uiteindelijk vind ik de aanwezigheid van Dynamo toch het meest wonderlijke. Dus dat vind ik eigenlijk wel ontzettend leuk. Vooral omdat, wat ik al zei, een welzijnsvoorziening op zo'n plaats in de stad. Ja, dat vind ik wel heel wonderlijk. Vind ik wel erg goed. Ja, daar ben ik wel trots op. En ik wil per se Dynamo op de hoek tegenover de kerk, jeugd. Tegenover de roze watten vanuit de heuvelplan. Ook nog een keer de jeugd die best opstandig mag zijn. Mag het alsjeblieft even allemaal samen. Dus natuurlijk is dat volgens de markt niet haalbaar. Maar volgens onze sociale, mijns inziens, opdrachten in steden, absoluut nodig. Toch rest er ook nog een punt van kritiek. En dat betreft de gevolgen van logistiek van Dynamo voor een straatje smalle haven. Ja, de foto is erg donker, zie je. Nou, zo maar donker is het ook, hoor. Het geeft precies aan wat ik ermee bedoel. U kijkt hier vanaf het Catharinaplein het straatje Smalle Haven in. Als je hier de Smalle Haven opgaat, richting de Dommel, zeg maar. Ja, daar ga je toch niet echt voor je plezier wandelen op dit moment nog niet. Dus er zit ook niet aantrekkelijk genoeg voor mensen om daar eens doorheen te lopen. Mensen die daarheen gaan komen met een specifiek doel, niet voor de gezelligheid. En dan zitten we met smart te wachten tot dit tot leven komt. Ja. Hebben jullie daar vertrouwen in? Dat heb ik niet. Dat is heel maar heel matig. Er spelen twee dingen. Uit het verleden was er in het plan een arcade gedacht. Die aan weerszijde, zoals wel in het Smalle Haven, of in de straat naar de stadskamer toe, de beide kanten zou flankeren. Want dat was min of meer voorgeschreven door Jo Koenen. Hmm. Daar zijn we dan ook helemaal niet blij mee, maar het staat er. Uiteindelijk is er nog in één kant over, wat ik ook een relatief ongelukkige keuze vind, omdat het de straat sluit. Dus de gevels en de etalages en die functies zijn echt niet mededeelzaam aan de straat. Maar als je van afstand Smalle Haven kijkt, zie je alleen maar een grote betonnen wand. Pas als je erin loopt, dan heb je het idee van die arcade. En wij hebben het nadeel dat natuurlijk de zaal voor een deel ook debet is aan een niet echt levendig beeld daar. Dat is een vrij gesloten gevel aan die kant. Maar zeg maar feitelijk op het plein vind ik het juist een heel communicatief gebouw. Dus het hangt misschien wat op twee, niet twee gedachtes, maar twee dilemma's. Hè. Aan de ene kant heel openbaar toegankelijk en uitnodigend willen zijn richting het plein. Maar als je een iets grotere context plaatst, uitnodigend voor het Smalle Havenstraatje, dan is het inderdaad wat minder. Maar volgens mij heeft het ook te maken met die vervelende arcade aan de overkant. Want dat is een niet uitnodigend beeld wat daar geschapen is. Okay. Het zou ook mooi zijn als hier zeg maar een soort zuigkracht van uitging. Dat mensen, als ze daar zijn, ook zien dat het daar ginds, maar dan moet je er ook overheen springen, het ook hartstikke leuk is. Want je kunt zo dus lopen naar het Van Appel Museum. En we hebben daar een enorme trekker liggen. En dat is de stadstuin. Stadstuin heet het, hè? En die stadstuin, ja, dat is, dat weet bijna niemand, maar dat is een prachtige omgeving. Een tuin die er altijd al was,
maar ook als parkeerterrein diende. En ja, heel veel kwaliteiten had, maar nog niet tot ontwikkeling gebracht. En daarachter de compositie van de toren en Medina. Dat vind ik een heel, heel sterk staaltje architectuur wat daar staat. En wij denken die, dat gebied aantrekkelijker te maken door te sturen op de, ja, op de inrichting van de straat. En ook te sturen op de huurders die gebruik gaan maken van die horecavoorzieningen. Er zijn verschillende concepten, maar het zal zometeen zo zijn dat er gegeten en gedronken kan worden. Maar dat er ook dat er in die horecazaken designers betrokken worden om de inrichting te verzorgen. Designers betrokken worden om de menukaart samen te stellen. En maar tegelijkertijd zullen daarbij passende modezaken, kledingzaken betrokken worden. Winkels die allerlei creatieve producten verkopen van kunstenaars en designers en noem het maar op. Nee, ben ik niet. Goed mensen. Welkom allemaal in deze broedplaats van design. Uiteindelijk kun je plannen maken, kun je tekenen, kun je bouwen. Maar uiteindelijk zijn het de mensen die maken of een plek ook echt gaat werken. En daarom is het zo belangrijk, maar daar kan Rob straks alles over vertellen, dat er ook initiatieven zijn in zo'n plan die zorgen dat het gaat leven. Hè? Dat het een broedplaats wordt, dat er mensen komen, dat er dynamiek is, dat er een loop gaat ontstaan. He, vanuit de Heuvelgalerie deze kant in, zodat dit ook echt een deel wordt wat bij de stad gaat horen. Dus ja, laat ik het maar gewoon bij deze. Is de smalle avond geopend of ga jij dat doen? Nee, dat ga jij doen. Ja, dat deed ik, hè. Bij deze is het gedaan. Je hebt een groot bureau. Ja. Met allerlei vestigingen, Koenen en Co. Wat ik me nou afvraag is, hoe deel jij je nou op? Hoe vind je nou de balans tussen het managen van dat bureau en zeg maar de inhoudelijke uitdaging? Geert managed, ja? Mijn neef. Ja. Geert ontwerpt, ja? En Geert houdt de centen bij. Oké. Okay. Dus en dat is jij doet ook nog iets. Ja, en jij gaat en hij gaat er met de eer vandoor. Mijn naam is Geert Koenen. Samen met Jo Koenen hebben we de supervisie van het hele plan onder onze rug gehad. En zijn tevens architect van de toren. Ik denk dat het mooiste wat eigenlijk bereikt hier is, is dat er toch de samenhang tussen alle gebouwdelen zo goed gelukt is. En juist die samenhang, het samen praten met al die architecten, kleurstellingen, het zoeken van balans tussen identiteit van elk architect, maar ook samenhang, het luisteren naar elkaar, die balans, die is denk ik hier heel goed in de gaten gehouden. Je was over het algemeen niet alleen met Jo Koenen of met de supervisor bezig. Je was meer met elkaar bezig om daar de aansluiting te zoeken. Heeft dat tot heftige discussies geleid? Nou, heftig, nee, niet heftig, maar wel discussies. Heftige discussies, wel erg overdreven. Nee, ik denk dat wel heel heftig. Nou, uiteindelijk, wij zaten dus eigenlijk met een deel van het gebouw onder een gebouw van Jo Koenen. En daar hebben we wel flinke discussie over. Hoe moeten die gebouwen nou naast elkaar staan? Vaak knippen we de stedenbouw uit elkaar, omdat we het te moeilijk vinden om het tegen elkaar te organiseren. Je ziet dan ook vaak dat blokken die, of stedenbouwkundige composities die gemaakt worden, meestal uit één hand vormgegeven worden. Maar vervolgens staat er netjes de knips komen in de bouwlocaties, in de bouwplots. Omdat het toch wat prettiger is, wat overzichtelijker is en mensen niet te veel met elkaar moeten. En dat is eigenlijk wel jammer, want hier kun je het resultaat zien, denk ik. Als je ziet dat je één gebouwonderdeel hebt aan de tuin, de lange meanderende vorm, die drie bouwheren kende, drie aannemers, drie architecten en toch één ding geworden is. Ik denk dat dat wel heel mooi is. En bijzonder, dat komt toch niet veel vaak. Kom je niet vaak tegen. Mm-hmm. In dit beroep moet je heel veel dips kunnen opvangen en je bent getraind in telkens weer flexibel andere dingen tonen. En we zijn in die zin, dat meen ik ook echt serieus, een van de laatste der Mohicanen, dit soort, die niet gespecialiseerd wil zijn in één aspect, maar met vele aspecten voortdurend moet kunnen spelen, et cetera. Dus je treft hier bijzondere mensen aan.
Hoe hou je 15 jaar lang een momentum vast? Een soort positieve gevoel en ontwikkeling te kunnen creëren? Dat is een hele goede vraag, want dat is volgens mij de kern van, van deze kwaliteit. Ik heb de indruk dat dat zit enerzijds in de persoon van Joop, die echt gedreven is zoals ik hem heb leren kennen. 'S Nachts doorwerken, fijn, super gedreven. Ik ken bijna niemand anders die gedrevener is dan hij als het gaat om zijn vak. Ik denk ook dat zeg maar een ontvanger daarvoor moet staan die daar ook ruimte voor biedt. En dat is soms wel eens moeilijk, want ik weet dat hij heel wat strijd heeft moeten leveren. Indien je een toneelstuk schrijft, een theaterstuk, dan is er een hoofdlijn. Indien je literatuur maakt, is er een hoofdlijn. Maar tijdens het schrijven van de hoofdstukken, of de akten, zijn er aanpassingen. Die hoofdlijn moet je vasthouden. Het moet heel erg goed in je geest en onderbuik zitten, beide. Indien dat zo is en je blijft dat in gesprek houden, dan hou je dat ding boven tafel en dan ga je zo verder. Je zoekt naar diegenen die mee willen, dat mee sturen. En dat is hier gelukt, mijn inziens. Als je de eerste schetsen neemt, de eerste tekeningen neemt, en je legt die over de situatie zoals die is ontstaan, dan is het een voorbeeld van een masterplan waar strak de hand aan is gehouden. En ik denk, als je terugkijkt op Smalle Haven, zie je dat er af en toe gewoon een temporisering is geweest, omdat het even niet lukte. Maar uiteindelijk heeft nooit iemand van de verantwoordelijke wethouders voor mij aan de kwaliteit getornd. Ze hebben altijd gezegd, wij blijven gaan voor wat het behoort te zijn. En op het moment dat de politiek dat in ieder geval vasthoudt en de lange termijnvisie blijft gehandhaafd, dan kunnen de professionals hun eigen werk doen. But Smallhaven, to me, this whole thing is an exception. Because the vision which was the input at the beginning, the political social idea of the change of Eindhoven, the way the system was set up, the fact that authority, if I may say so, was given to Jo, so that he could have the ability to say yes and no at the necessary moments, and to maintain the momentum, so that at the end, there is the realization here, exceptional, of a vision which goes back 50 and probably more years than that. And that though there are alterations and changes which have gone along the line, they haven't, to use my term, subverted the original intentions. And that seems to me to be an extraordinary achievement, more of an achievement than any one of the buildings. De richting vanuit het zuiden nog een keer aan te geven met het slankst en sierlijkst mogelijke object om aan te geven, kijk eens, hier is die toekomstige binnenstad, want dat wil je toch, dan moet je intensiveren, was de intentie bij deze tekeningen. Dames en heren, van harte welkom in zo'n grote getale bij deze feestelijke opening van de Vesteda-toren als sluitstuk van de succesvolle Designweek in Eindhoven, met een groot compliment voor de organisatie rond Kees Donkers. Hij is klaar, onze toren, onze Vesteda-toren, met de laatste inspanningen. Moeten alle details nu kloppen, en het klopt ook. Een zucht van verlichting bij een aantal mensen, maar ook een geweldige belofte voor de toekomst. Al vanaf Aalsterweg, Leenderweg, die kruising, moet je hem al gaan zien. En dan om de hoek bij de Chinees, daar bij het hotel, doemt hij nog een keer op. En dan zegt hij, kijk eens, wij zijn binnenstad geworden, dat is de bedoeling. Nou, dat doet hij inmiddels en daar ben ik uitermate blij mee. Zoals je ziet. Ja.